Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. En opnieuw was het vanochtend raak. Een lichte beving liet de huizen in het dorp Garrelsweer schudden. De ChristenUnie in de Provinciale Staten is de bevingen zat. Ze roept de collega's van de Partij van de Arbeid op om er in de Tweede Kamer op aan te dringen om de gaswinning te halveren. De minister heeft het advies gekregen uit het oogpunt van veiligheid van het staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is te reduceren. Dit omdat ook daarmee het aantal te verwachten aardbevingen zal afnemen. De minister legt het advies terzijde. Dat betekent dat nu de Kamer aan zet is. Er liggen voorstellen, onder andere ook vanuit de ChristenUnie, dat veiligheid voorop staat en dat uit voorzorg de gaswinning zou moeten worden gereduceerd. En de Partij van de Arbeid heeft in de Tweede Kamer momenteel de sleutel, want zij kunnen die voorstellen ook echt aan de meerderheid helpen. Het is een te belangrijk onderwerp om politieke spelletjes te gaan maken. Ik ben op dit moment hard bezig om ook met de Tweede Kamerfractie een beweging te maken, want onze zorg voor de veiligheid is het allergrootste van belang. Een tweede is dus schadeafhandeling. Maar laten we eerst zorgen dat de mensen in de provincie veilig kunnen wonen en leven. Dat is het allerhoogste belang. Daar moet je wat voor doen. Maar we moeten even kijken hoe. En ik krijg nu een beetje de indruk van kom nou maar even voor de dokter ermee en neem nu maar even een besluit. Geen politiek spelletje. De Partij van de Arbeid hier in Groningen en de ChristenUnie staan er ronduit voor de veiligheid van de veilige leefomgeving van de bewoners hier in Groningen. Dat staat voorop, maar we merken dat de Partij van de Arbeid in de Kamer nog niet zo ver durft te gaan. De aardbeving van vanochtend is de zoveelste beving op rij. Minister Henk Kamp peinst er tot nu toe niet over om de gaskraan wat dichter te draaien. U heeft misschien het proces gevolgd en ik maak ook mee dus dat we nu al een vierde aardbeving hebben in een paar dagen tijd. En ik heb ook dus de deskundige gisteren in het Buitenhof gehoord van u kunt u nu wel gaan reduceren. Daar was ook een feit richting GroenLinks. Maar dat zegt wat beving op dit betreft nog niet zo gek veel, want dat gaat wel door. Het is er nou eenmaal uit en het gaat wel door. En als reductie daar aan kan bijdragen, dan moet je dat zeker gaan doen. Het advies van de Partij van de Arbeid is daarom om de gaswinning te reduceren. De afgelopen week gingen burgemeester Peter Reewinkel en zijn collega commissaris van de Koningin Max van den Berg rollenbollend over straat over de compensatiebedragen. We vinden dat vanuit het noorden een eensgezinde oproep moet klinken richting Den Haag. Voluit staan voor de veiligheid en voor de belangen van de bewoners hier in Groningen. Maar vindt u het ook slecht dat zulke belangrijke bestuurders dan rollenbollend over straat gaan? Ik laat dus erbij dat we willen dat er eensgezind geluid klinkt vanuit hier. En ik denk dat voor iedereen voorop staat dat die veiligheid het belangrijkste aspect is. Verwijt u de burgemeester van Groningen slecht leiderschap? Nou, dat kan ik niet overzien. Ik bedoel, ik ben niet lid van de gemeenteraad van Groningen. Ik woon in Appingedam. Dus dat soort grote woorden wil ik niet gaan gebruiken. Ik ga ervan uit dat hij daar vast al een idee bij heeft gehad. Maar ik voelde me wel daarmee ongelukkig. Dieters geeft aan dat hij contact blijft houden met zijn collega's in de Kamer. Later deze week zal blijken of de roep om de gaswinning te verminderen kan rekenen op een meerderheid.